Het notenschrift toonhoogte melodie. Het notenschrift wordt in de hele wereld gebruikt. Dit is het letterschrift. Hiermee kun je woorden maken. Hoe kan het dat je dit woord kunt lezen? Precies, je kent de regels. Het muzikale alfabet. Enkele tekens die je kunt gebruiken uit het muzikale alfabet. Hiermee kun je muziek noteren op een notenbalk. Iedereen op de wereld kan dit lezen, tenminste als je de spelregels kent. Ik snap er niks van. Ze leggen ook niks uit. Jawel, kijk maar verder. De regels van het notenschrift. Een notenbalk heeft lijnen. Een notenbalk heeft 5 lijnen. De onderste lijn van de notenbalk noemen we de eerste lijn. Bij het notenschrift gebruiken we die lijnen. Dit zijn de noten door de lijnen. Maar ook de tussenruimtes worden gebruikt. En dit zijn de noten tussen de lijnen. En nu volgt een notenreeks van laag naar hoog. Afwisselend tussen en door de lijnen. Hoor je dat? Hoe hoger de noot op de notenbalk, hoe hoger de toon klinkt. Dus, een noot zie je en een toon hoor je. En als de noten niet meer op de notenbalk passen? Dat is toch niet te lezen? Precies, daarvoor gebruiken we hulplijntjes. De notenbalk wordt plaatselijk verlengd. Heel intelligent. Aha, boven de notenbalk gebruik je ook hulplijntjes. En hoe zit het nou met de notennamen? We gebruiken alleen de eerste 7 letters van het alfabet. Die gebruiken we als notennamen. Ik ga je nu alles uitleggen over de G-sleutel. Eerst krijg je de gratis cursus G-sleutel tekenen. De G-sleutel draait om de tweede lijn. Hij slingert tegen de derde lijn aan. En onder tegen de eerste lijn. Hij steekt een beetje boven de notenbalk uit. Eindigt een stukje onder de notenbalk. Het mysterie van de G-sleutel.
De G-sleutel staat vooraan op de notenbalk. Maar wat geeft die G-sleutel nou precies aan? De G-sleutel geeft aan dat de noot G door de tweede lijn ligt. De G-sleutel geeft aan dat de noot G door de tweede lijn ligt. Het benoemen van de noten. De G-sleutel geeft aan dat de noot G door de tweede lijn ligt. Alle noten door de tweede lijn heten G. Na de G ligt de volgende noot. Eén plaats hoger. Deze noot tussen lijn 2 en 3 heet A. Weer een plaats hoger ligt de volgende noot. Deze noot door de derde lijn heet B. De noot die dan komt ligt een plaats hoger. Deze noot ligt tussen de derde en vierde lijn en heet C. Als we verder in de reeks omhoog gaan, heten deze noten achtereenvolgens D, E, F, G. Als je nu in de reeks omlaag gaat, heten deze noten achtereenvolgens F, E en D. De ezelsbruggetjes van de notennamen. De namen van de noten tussen de lijnen, F, A, C, E, vormen het Engelse woordje face. De namen van de noten door de lijnen E, G, B, D en F zou je kunnen onthouden met het zinnetje: een goede boer drinkt Fanta. Een nootreeks op een notenbalk plus hulplijnen ziet er zo uit. Hey, nu zie ik de noten. De noten vertalen naar een toetsenbord. Hey, ik zie de noten en ik hoorde de tonen. Herhaling van de notenreeksen A tot en met G. Als je goed kijkt, zie je dat deze reeks A, B, C, D, E, F, G steeds wordt herhaald. Ik weet er nog eentje. Kijk eens naar de eerste lijn. Het woord eerste lijn begint met de letter E. De noot door de eerste lijn heet E. Handig. En dan nu de samenvatting. Het notenschrift melodie. Een notenbalk heeft 5 lijnen. De onderste lijn is de eerste lijn.
De G-sleutel staat altijd helemaal vooraan. De G-sleutel geeft aan dat de noot G door de tweede lijn ligt. De G-sleutel geeft alle noten een vaste plaats. Als notennamen gebruiken we de eerste 7 letters van het alfabet. Notennamen tussen de lijnen. Ze vormen samen het Engelse woord face. Notennamen door de lijnen. Een goede boer drinkt Fanta. Hulplijntjes. Als de noten niet meer op de notenbalk passen, gebruiken we hulplijntjes. Verschil noot en toon. Een noot zie je, een toon hoor je. Van noot naar toon. Tot slot, met deze regels kun je deze noten lezen. Zo, en nu muziek maken. Er gaat een wereld voor je open. Veel plezier met het lezen van het muzieknotenschrift.